Zoek de samenwerking met de natuur. Sla alarm voor het klimaat en geef eens een immaterieel cadeau. Welkom bij de 21ste aflevering van Groene Verhalen. We leven hier samen, de aarde is ons thuis. De mensen die hier kwamen, die bouwden er hun huis. De planten, de bomen, de dieren en het gras. Wat zal de toekomst brengen? Ik wil weten hoe het was. Vertel me van je leven, vertel me je verhaal. Want groene verhalen zijn voor ons allemaal. Ja, we gaan het deze keer hebben over voedselvoorziening. Het is een alledaagse onderwerp dat elke dag terugkomt, maar tegelijk is het zeer actueel. De vraag hoe we op een duurzame manier voedsel kunnen produceren binnen de ecologische grenzen, houdt de boeren en de politiek al maanden bezig. Gelukkig zijn er vernieuwende experimenten gaande, op kleine schaal, die perspectief bieden voor de toekomst. Want je kunt als mens een heel andere rol spelen op de aarde, als je in samenwerking met de natuur in je behoeften voorziet. Daarover straks meer. Ja, en verder hebben we in deze aflevering oproepen, nieuwsberichten en enkele gedichten. En wat het laatste betreft, de stapel gedichten slinkt. Dus er is ruimte voor anderen om hun talent te delen. Dus wie gedichten schrijft, stuur eens iets op. Maar we beginnen met het gesprek dat de rode draad vormt van deze aflevering van Groene Verhalen. Hij groeide op tussen de biologische groenten. Maar de muziek lokte hem daar vandaan. Uiteindelijk was het een vrouw in de bossen in het verre Rusland die hem weer de weg naar huis wees. Nu werkt Arthur Buitelaar op het moeras, de boerderij waar hij opgroeide, al 10 jaar aan de opbouw van een voedselbos met gebruikmaking van permacultuur. Op deze plek waar we nu zijn, woon jij al heel lang. Ja, dat klopt inderdaad, met tussenpozen. Maar het is het moeras, dus de boerderij van mijn ouders. En die hebben het in 1993 gekocht. Ik was zelf toen 5 jaar oud, dus ik ben hier op de boerderij ook echt opgegroeid. En nou ja, altijd mee. Ja, ze hadden hier een biologische tuinderij. En daar heb ik vroeger altijd op meegeholpen, ook met schoffelen en dingen schoonmaken. De prijs schoonmaken enzovoort. Dus dat heb ik altijd wel meegekregen. Toen op een gegeven moment ben ik naar Groningen gegaan om daar conservatorium te studeren. En toen had ik zelf zoiets van, nou, ik neem zelf nooit een tuin, want dat is allemaal eigenlijk te veel werk. En ik zag toen het nut er niet zo van in. Dus ik zat toen in een appartementje in Groningen. En toen ben ik op een gegeven moment op het spoor van de Anastasia boeken gekomen. Via een beetje een gekke omweg. Ik had in Groningen op straat was mijn ECI-abonnement soort van aangesmeerd. En toen moest je een boeken bestellen. En ik vond eigenlijk dat er helemaal niet zulke leuke boeken daar op die website stonden. Dus ECI is een boekenclub. Dan heb je zo'n abonnement, betaal je iedere maand. En dan kun je daar dus boeken voor uitzoeken op hun website. En dat klonk allemaal heel leuk. En muziek ook trouwens. Daar had ik het eigenlijk meer voor gedaan. Want ik zat op het conservatorium. Dat was het eigenlijk vooral. Die muziek vond ik niet leuk die erop stond. En de boeken ook niet zo. Maar toen zag ik op een gegeven moment die Anastasia boeken daar staan. Nou, dat gaat ook een beetje. Heeft ook natuurlijk een spirituele kant. En ik was toen ook al met meditatie veel bezig. Kun je even vertellen, die Anastasia boeken? Ja. Voor wie ze niet kent, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een boekenreeks en dat gaat over. Ja, dus Anastasia, en zij woont in de Russische taiga, midden in het bos. En zij leeft daar helemaal in harmonie met de natuur en haar omgeving eigenlijk. En ze wordt dan daar bezocht door een zakenman, een Russische zakenman. En aan hem laat ze, zeg maar, gedurende die boeken
haar manier van leven zien en ook haar visie eigenlijk voor de wereld en voor de mensheid. Hoe we dus als mens op een hele andere manier op de wereld kunnen leven. Dus veel meer in harmonie met de natuur. En die boekenreeks heeft toen echt me op een hele andere manier naar de wereld doen kijken. En ook weer op een hele andere manier naar deze plek waar we nu zijn. Want mijn ouders die waren toen gestopt met de biologische tuinderij. Dus er werd eigenlijk met dit land niet zoveel gedaan. En het is een perceel van 1,75 hectare. En dat was toen was het eigenlijk gewoon grasland en de graasden wat schapen van iemand uit de buurt. En in die Anastasia boekenreeks heeft zij het ook heel erg over familiedomeinen. Dus dat is eigenlijk een plek wat je creëert voor je familie en voor je naasten. Waar je eigenlijk alles nodig hebt om in je behoeften te kunnen voorzien. En eigenlijk een plek waar je ook weer die verbinding kunt maken met de natuur. Toen kreeg ik eigenlijk de droom om ook meer zelfvoorzien te gaan leven. En hier zag ik toen de kans van, hier zou dat kunnen. Dus toen ben ik naar mijn ouders gestapt en heb ik gezegd van, wat zouden jullie ervan vinden als we, als we hier meer zelfvoorzienend gaan leven? En toen kwam ik erachter dat voor mijn ouders ook altijd al een droom was eigenlijk om meer zelfvoorzienend te leven. Ze hadden alleen nooit echt iets mee gedaan. Dus zo is het eigenlijk gekomen dat ik hier weer terecht ben gekomen. En dat inmiddels is al 10 jaar geleden alweer. Ja, straks horen we nog veel meer over Arthur Buitelaar en over het moeras. Maar nu eerst de oproepen. Vind gelijkgestemden in je eigen omgeving om iets te ondernemen. Van een eetclub tot een woongroep en van een boswandeling tot de aanleg van een voedselbos. Stuur oproepen in om mensen in je omgeving te vinden om samen de wereld wat mooier te maken. De mensen van de winkel Jouw Dagelijkse Kost in Leeuwarden hebben de nacht van 21 december uitgeroepen tot de nacht van Boer vindt klant. Boeren zijn op zoek naar nieuw perspectief en de klanten kunnen dat bieden. Want zij kunnen ervoor zorgen dat boeren voor de lokale markt kunnen produceren en afzetten. Er is allerlei hulp nodig om er die nacht 21 december een mooie manifestatie van te maken. Boeren, muzikanten, koks en anderen die willen meehelpen, kunnen zich melden. Er is de komende tijd veel te doen rond tiny houses. Marjolein Jonker, die een belangrijke rol speelt in die beweging, is er vaak bij. En ze heeft op haar eigen website een overzicht gemaakt van de activiteiten waaraan zij meewerkt. Waaronder ook televisieprogramma's. De mensen van zeepziederij Werfzeep in Utrecht zijn op zoek naar thuiszeepmakers die hun mooie zeepcreaties onder de aandacht willen brengen. Heb je mooie zeepen gemaakt en vind je het leuk om daar een foto of een filmpje over te delen? Mail dan naar post@werfzeep.nl. Clemens Mol en Tessa Buk schreven een digitale gids voor startende groepen of mensen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een wooncoöperatie. Een wooncoöperatie is een groep mensen die zich verenigt om huurwoningen te bouwen of in beheer te nemen, zonder winstoogmerk. In het boek zijn daar veel voorbeelden van te vinden, zoals De Warren, Copacabana, De Nieuwe Meent en Ecodorp Boekel. Het boek van 142 pagina's is een uitgave van de Amsterdamse organisatie Woon. Het is gratis te downloaden en bevat ook heel veel nuttige informatie voor niet-Amsterdammers. Het Alkmaars Straatorkest presenteert een nieuwe voorstelling getiteld Over de Schutting. Want of je nou je eigen plastic over de aarde strooit, of tegen de windmolens bent die ze bij jouw dorp willen bouwen, of die stikstof uitstoot vlak naast het natuurgebied, of die boom van je buren die de zon uit jouw betegelde tuintje houdt, je roept niet in mijn achtertuin en gooit tegelijkertijd jouw rotzooi over de schutting. Te zien en te horen op zaterdag 12 november in Café de Zon in Wijk aan Zee.
Op het ecodorp Land van Aijnen vindt zaterdag 26 november een cursusdag plaats met de titel Een ecodorp opzetten. Hoe dan? De initiatiefnemers van het ecodorp in Ter Apel willen daar graag hun ervaringen delen met geïnteresseerden. Ecodorp Land van Aijnen is een ecodorp in ontwikkeling in Zuidoost-Groningen. Het heeft de officiële bestemming ecodorp. Er mogen 50 kleine ecohuizen worden gebouwd. Tot zover de oproepen. Heb je zelf ook een oproep? Stuur die dan in per e-mail naar info@groeneverhalen.nl. De oproepen die je zojuist hoorde kun je ook nalezen op de website groeneverhalen.nl met contactgegevens en links. En dat waren de oproepen. Denk eraan om een oproep in te sturen als je een idee hebt waarvoor je medestanders zoekt. En dan praten we nu verder met Arthur Buitelaar. Je wilt meer zelfvoorzienend gaan leven, maar waar begin je dan? En hoe kun je in je behoeften voorzien in samenwerking met de natuur, in plaats van ten koste ervan? Nou, toen heeft Anastasia je aangestoken en toen ben je verder op zoek naar gegaan van zelfvoorzienend leven, hoe dan? En toen kwam je onder andere bij permacultuur terecht. Ja, dat klopt inderdaad. Dus... Anastasia die woont daar dus eigenlijk echt gewoon helemaal in de natuur en alles wat ze nodig heeft wordt eigenlijk voorzien door het bos om haar heen en door de natuur om haar heen. En dat, ja, ik was dus op zoek naar een manier om die visie eigenlijk uit te kunnen voeren. En toen ben ik vooral gewoon eigenlijk op internet veel dingen gaan opzoeken en dan kom je op een gegeven moment vanzelf op bij filmpjes terecht van voedselbossen en ook permacultuur. En met name die voedselbossen, dat sprak me toen echt heel erg aan. Van ja, dat is een manier waarop je dus kan leven op een hele natuurlijke manier en daar toch je eten uit kan halen. Dus daar ben ik me toen verder in gaan verdiepen. En ja, als je daarmee bezig bent, dan kom je vanzelf bij de permacultuur aan. En in het begin had ik nog zoiets van, ik weet niet precies wat dat is. En was ik vooral geïnteresseerd in die voedselbossen. Maar ja, op een gegeven moment ga je daar toch ook meer in verdiepen. En toen kwam ik inderdaad bij de permacultuur. En toen zag ik van, oh ja, permacultuur is eigenlijk nog breder dan alleen voedselproductie. En weet je nu wel wat permacultuur is? Tenminste, ik ben er nu zo'n 12 jaar mee aan het experimenteren. Dus ik weet het wel steeds beter. Ja, en kun je het ook heel makkelijk en heel kort zeggen? Nou, permacultuur is eigenlijk... wat mij betreft de zoektocht naar een permanente cultuur. Dus we zijn nu, leven we eigenlijk in een cultuur die zichzelf, ja, eigenlijk ten onder gaat aan zichzelf. Ik denk dat inmiddels iedereen dat wel door heeft, begint in te zien. En met permacultuur ga je kijken van hoe kun je als mens een hele andere rol op de aarde spelen, waarbij je dus in samenwerking met die natuur in je behoeften kan voorzien. Ja, zo zou ik het in het kort omschrijven. En, het is super breed, het heeft heel veel aspecten, maar dat is heel belangrijk. Die natuur is er heel belangrijk in, dus ecologische principes. Het voorzien van menselijke behoeften is ook belangrijk. En daarnaast ontwerp is er ook heel belangrijk bij. Dus dat je echt een ontwerpproces doorloopt om dus te kijken van hoe kunnen we die behoeften van de mens voorzien op een manier die eigenlijk een positief effect heeft op de natuur. En dat was toen het eerste permacultuur ding of permacultuur wat je hebt gemaakt hier? Ik ben begonnen met een moestuintje, maar ik zou dat nog niet per se permacultuur noemen. Was meer gewoon, maar het ging al wel die richting op. Maar eigenlijk het eerste waar ik toen mee begonnen ben, is het ontwerpen van een mini voedselbosje. Dus dat was eigenlijk een eetbare bostuin met moerbei, mispel, een krentenboompje en allerlei andere eetbare struiken. En ook een laag van de onderbegroeiing met ook allemaal eetbare planten. Dus daar stond munt en Japanse andoorn. Dat is een plant met eetbare knolletjes. En dat heb ik dus begin 2012 heb ik dat aangelegd. En daar heb ik dus ook een ontwerp voor gemaakt, geïnspireerd op een voedselbos. En zo ben ik eigenlijk begonnen te experimenteren hier. En eerst in het klein, zodat ik daar gewoon wat fouten kan maken die ik dan later niet op grotere schaal hoefde
over te doen, zeg maar. Straks praten we verder met Arthur Buitelaar, maar nu eerst enkele nieuwsberichten. Van 6 tot en met 18 november zal in het Egyptische Sharm el-Sheikh een grote klimaatconferentie plaatsvinden van de Verenigde Naties. Deze 27e Conference of the Parties, COP27, is een vervolg op de conferentie vorig jaar in het Britse Glasgow. Op 7 en 8 november begint de conferentie met een topontmoeting van wereldleiders. Daarna volgen discussies over onderwerpen als klimaatfinanciering, decarbonisatie, aanpassing van de klimaatverandering en de landbouw. De tweede week zal naar verwachting gaan over gender, water en biodiversiteit. In Glasgow werd vorig jaar onder andere gesproken over een oproep van een groep landen die 6/7 deel van de wereldbevolking vertegenwoordigt aan de rijke landen om zich te verbinden tot klimaatschadeloosstellingen. Maar de grote economieën zoals de VS en de EU verzetten zich daartegen en het voorstel werd verworpen. De kans is groot dat de eis in Egypte zal worden herhaald. De conferentie is tevens aanleiding voor acties overal ter wereld om alarm te slaan voor het klimaat. Op de laatste zaterdag van november is het de internationale Buy Nothing Day of Niet Winkeldag. Bevrijde consumenten roepen dan de wereld op om een dagje te consuminderen, met het oog op het milieu en een eerlijke verdeling van de rijkdommen die de aarde biedt. De Buy Nothing Day ontstond in 1992 in Canada en was een reactie op Black Friday, het jaarlijkse hoogtepunt van koopwoede dat ook de laatste jaren ook in Nederland is doorgedrongen. In de jaren 90 kreeg de niet-winkeldag vorm met straatacties in tientallen plaatsen. Nu is er de oproep om vaker te kiezen voor immateriële cadeaus, bijvoorbeeld voor Sinterklaas. Te denken van valt aan liederen en gedichten, een wandeling of een fietstocht, een massage, een zelfbereide maaltijd of hulp bij een klusje. Zondag 20 november is in Amsterdam de voorstelling Samen Leven te zien, die onder leiding staat van Ellen Kool. Het is een voorstelling met veel dans en beelden, muziek en teksten. Er zijn beelden te zien van gemeenschappen in Egypte, Colombia en Namibië en ook ecodorpen op heel veel plekken in de wereld. Onderdeel is ook een viering samen met het publiek. In een toelichting zegt Ellen Kool: de maatschappij is loszand, omdat we geen rituelen meer hebben om levenswaarden te bekrachtigen, zoals zorg voor de aarde en respect voor de medemensen. Het baart me zorgen dat we zo afgescheiden leven van de natuur en dat alles steeds technischer wordt. Ecodorpen kunnen ons meer met de natuur verbinden en ruimte maken voor zorg voor elkaar. De voorstelling Samen Leven is zondagmiddag 20 november in het Crea Theater in Amsterdam. En dat waren deze keer de nieuwsberichten. Je kunt ze nalezen op de website groeneverhalen.nl en in de nieuwsbrief. En daar vind je ook links naar de genoemde onderwerpen. En heb je zelf nieuws te melden, stuur het dan in naar info@groeneverhalen.nl. En dan nu terug naar het moeras, waar kikkers, salamanders en vogels helpen met de strijd tegen de slakken en de rupsen. Evenwicht, dat is waar het om draait. Ja, als je zelfvoorzienend probeert te leven, heb je soms concurrentie van andere dieren die ook wel wat lusten. Heb je daar ervaring mee? Ja, zeker wel. Vooral in de moestuin is dat natuurlijk, kan dat een uitdaging zijn. Vooral in de beginjaren merkte ik dat heel erg. Dat veel van de plantjes die we uitplanten, of soms alles, wel door de slakken werd opgegeten. En ook de kolen die door rupsen worden opgegeten. Dus daar hadden we vooral in de beginjaren wel problemen mee. En dat is ook iets waar veel andere mensen ook natuurlijk ook mee zitten in hun moestuin. En eigenlijk de manier van permacultuur om daarmee om te gaan is ook weer te kijken naar ecologie. Wat zijn de ecologische principes van een ecosysteem? Hoe wordt daar omgegaan met plaagorganismen? En wat je daar eigenlijk ziet is dat er altijd een voedselweb is. Dus dat bepaalde organismen, als daar te veel van worden, dat eigenlijk binnen de perken wordt gehouden, weer door roofdieren die daarop afkomen.
En dat proberen we hier ook zoveel mogelijk te creëren. Of in ieder geval de omstandigheden te creëren waarbinnen dat kan gebeuren. Dus in de moestuin bijvoorbeeld met de slakken. We hebben op een gegeven moment hebben we een wadi met een aantal poelen gegraven langs de moestuin. En in die poelen, daar zitten heel veel kikkers en padden en salamanders. Eigenlijk meteen het jaar daarna zaten er heel veel amfibieën al in. En die eten weer slakken en slakkeneitjes in de moestuin. Dus op die manier kregen we ineens veel meer een balans. En hetzelfde geldt voor vogels. Dus we hebben aan de andere kant van de moestuin een houtsingel staan waar vogels kunnen schuilen en nestjes kunnen bouwen. En die komen ook weer de moestuin in om ook weer slakken te eten en rupsen natuurlijk. Dus op die manier proberen we daarmee mee om te gaan eigenlijk. Zoveel mogelijk biodiversiteit creëren, waardoor je dus een balans krijgt. En het ene jaar gaat het wat beter dan het andere jaar. Maar ja, inmiddels is het toch aardig goed gelukt om die balans te creëren. We gaan straks nog meer horen van het moeras in Exloërveen. Maar eerst wil ik aandacht vragen voor de elektronische nieuwsbrief van Groene Verhalen. Die elke keer uitkomt als er weer een nieuwe aflevering verschijnt. Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief voor €1 per jaar. De abonnees van Groene Verhalen zijn veelal mensen die sterk betrokken zijn en bijdragen leveren of tips doorsturen. Als abonnee hoor je er echt bij. En je steunt het initiatief. Elke nieuwsbrief bevat een rubriek oproepen, waarmee je wellicht medestanders kunt bereiken voor een plan of een idee. Op de website groeneverhalen.nl lees je hoe je je kunt abonneren. Dus, welkom als abonnee. En nu terug naar Arthur Buitelaar, die vertelt hoe het moeras zich de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld. En valt er ook al iets te oogsten? Dus je bent toen begonnen hier op een plek waar nog niet zo heel veel was, met het aanleggen van een permacultuurtuin. En hoe heeft zich dat ontwikkeld? Ja, het begon eigenlijk zelfs toen we hier kwamen wonen in 1993. Toen was het hier eigenlijk helemaal kaal. Er stonden 3 bomen op het land. En inmiddels staat het vol met bomen. En toen ik hier in eind 2011 weer kwam, toen was vooral aan de noordkant een windsingel al goed ontwikkeld. Die hadden mijn ouders geplant in 1995. Dus die was toen al aardig volgroeid. En ook aan de zuidkant een windhaag. En daarnaast was er ook een poel gegraven met ook weer inheemse beplanting daaromheen. Dus dat had ze al flink kunnen ontwikkelen. Dus dat was fijn. We hadden niet een start op een kale grond zoals eigenlijk mijn ouders dat hadden. Maar de rest daartussen, dat was eigenlijk grasland. En daar was verder, behalve dat gras, was er eigenlijk niks. En daar hebben we dus vooral op gefocust met aanplant. Dus aan de noordkant hebben we nog een deel extra bomen aangeplant voor de houtproductie. En dan hebben we de rest eigenlijk in rijen aangeplant met noten en fruitbomen en struiken. En tussen die rijen daar begrazen we met dieren. Dus het is voor een deel nog steeds gras. Maar die rijen, dat zijn allemaal bomen. En op die manier proberen we eigenlijk een laag van zuid naar noord op te bouwen. Een soort van bosrand. Waarbij we zoveel mogelijk zonlicht in het systeem op kunnen vangen. Ja. En daar kun je van oogsten op den duur? Ja. Nu al misschien? Ja, nu al. We zitten nu onder de tamme kastanje. En daar oogsten we al flink van. Ik heb dit najaar al, ik denk iets van 40 kilo tamme kastanjes. Niet alleen van deze boom, maar ook van andere bomen geoogst. Nou, en dat is gewoon een gewas waar je echt op kunt leven. Dat zit heel veel energie in, vooral in de vorm van koolhydraten. En het is ook heel lekker. Dus dat is één voorbeeld, maar we hebben ook walnoten staan, appelbomen, perenbomen, bessenstruiken. En ook wel struiken en planten meer voor de specerijen. Dus bijvoorbeeld de Szechuan peper, dat is eigenlijk een peperboompje. Dus daar kun je inderdaad goed van eten, ja. Ja, straks komen we nog terug bij Arthur, maar nu eerst de gedichten. We hebben er 3. Van Greetje Salima horen we het gedicht Zondagsrust. En Els de Groen draagt 2 gedichten voor. 12 uur en Eerste Hulp.
twee een beetje gekke gedichten dit keer. Over houdbaarheid, over duurzaamheid en over hoe lang de aarde het nog volhoudt. En ook vooral over tijd. Een heel betrekkelijk begrip waar nogal eens mee gesjoemeld wordt. Het eerste gedicht heet Eerste Hulp. Elke eerste maandag van de maand huilen sirenes en gaat moeder aarde naar de eerste hulp. Om gedotterd en getroost haar onverzadigbare kroost blijvend te gerieven. Maar elke eerste maandag lokt het zwarte gat en wil ze werken zat haar vaste baan opgeven. Zondagsrust. De donkere boslaan is vandaag het pad dat ik bewandel. Oude bomen als wachters langs dit pad, hoog boven mij. Takken die vol verlangen naar elkaar reiken. Samen vormen zij, ondanks de herfst, een diepgroen gewelf. Daar, een smalle doorkijk naar een zonovergoten weiland, waar wollige schapen hun buikjes vol eten. Even later ben ik in het open landschap, hoge, oogstrijpe mais aan de ene hand, weiland aan de andere kant. Opeens het geluid van galopperende paarden, nieuwsgierig als ze zijn, hun mooie, stille ogen staren mij aan. Door schrikdraad zijn onze werelden gescheiden, helaas. In de verre verte klinkt klokgelui, maar op hetzelfde moment is alles, alles omgeven door een diepe stilte die alles omvat, alles doordringt, alles draagt. Deze stilte schept ruimte om te luisteren. Naar de stem van ons hart. Is het 11:55? Is het 11:40? Of is het misschien al 12:00? Of nog later? Dit gedicht heet 12:00. Tijd is van elastiek. Al jaren is het 11:55 zonder 12:00 te worden. 12:00 is de berg waar we niet overheen kijken, het pad dat we niet inslaan, de tijdbom die we demonteren door hem te verbergen. Klokken en horloges zijn in de ban gedaan, zonnewijzers afgeschaft. Tijd bestaat alleen nog in vergeelde roosters en programmaboekjes. Maar in de etalage van een antiquaire ontdek ik een pendule. Wijzers zijn gecorrodeerd door de natte moessons. Hout is aangevreten door de wind uit zee. Cijfers zijn gezandstraald door Sahara-stof. 11:55 is het. Nee, later, zegt de antiquaire. Om 11:55 is hij kapot gegaan. Dan laat hij het rolluik neer tegen de orkanen die er zijn voorspeld. En dat waren de gedichten. En mocht je iemand kennen die gedichten schrijft, die zouden kunnen passen in groene verhalen, vraag dan of hij of zij een gedicht wil insturen. We kijken ernaar uit. De wereld om ons heen biedt immers elke dag inspiratie. En dan nog één keer terug naar Arthur Buitelaar bij Het Moeras in Exloërveen. Als we de ecologische kennis meer gaan toepassen in de landbouw, zullen we grote stappen kunnen maken. Je bent hier nu op vrij kleine schaal bezig en hier om ons heen zijn allerlei andere boerenbedrijven. Is deze aanpak, deze permacultuuraanpak, is dat iets waar andere boeren ook iets mee zouden kunnen en van zouden kunnen leven? Ik denk het zelf wel en ik denk zelf dat als we dus een duurzame voedselproductie ook in de toekomst willen hebben, dat we wel, zeg maar, in ieder geval deze principes ook moeten gaan toepassen in grootschalige voedselproductie. En dat zal er dan wel heel anders uitzien dan
dan het systeem wat we hier hebben, want dat is heel divers en heel veel dingen staan door elkaar heen. Maar bijvoorbeeld, we zitten hier weer, de tamme kastanje waar we bij zitten, dat is dus een boom die heel veel gewoon koolhydraten en zetmeel kan produceren. Eigenlijk iets wat we ook nu uit graan en aardappels bijvoorbeeld halen. Alleen zo'n boom, die plant je één keer en die kan vervolgens, in theorie eeuwenlang oogst produceren. Waar je dus ieder jaar van kan oogsten zonder dat je daar veel inputs aan hoeft toe te voegen. En zonder dat je de bodem dus ieder jaar moet gaan ploegen en opnieuw gaan inzaaien. Dus ik zie dat wel vormen dat we meer die kant op gaan, ook in de voedselproductie. En dan ziet dat er denk ik wel anders uit. Dat gaat dan meer bijvoorbeeld een vorm van agroforestry, noemen ze dat wel eens. Waarbij je in akkers bijvoorbeeld rijen met bomen gaat aanplanten. Dus bijvoorbeeld tamme kastanjes of andere bomen. Waar je dus ook efficiënt van kan oogsten. En die dus in de loop van de tijd, want die hebben natuurlijk wel tijd nodig voordat ze gaan produceren. Een deel van die eenjarige teelt kunnen gaan overnemen. En buiten dat denk ik sowieso dat ook de principes van hoe gaan we om met de bodem. En hoe kunnen we dus echt een gezonde, vruchtbare bodem op een natuurlijke manier creëren. Dat we dat ook in de akkerbouw en andere voedselproductiesystemen kunnen gaan toepassen. Als we meer van die ecologische kennis, als we dat meer gaan toepassen in de landbouw. Denk ik dat we grote stappen kunnen maken. Dat wel belangrijk is, ja. Ja, en zo naderen we het einde van aflevering 21. We hopen dat deze aflevering van Groene Verhalen je iets heeft gebracht waarmee je de wereld wat mooier kan maken. En we hopen dat je de volgende keer weer kijkt. En blijf intussen reageren met tips, suggesties, nieuws, gedichten, liederen, oproepen, betogen, columns, recepten en inspirerende verhalen. En stuur reactie naar info@groeneverhalen.nl. De volgende aflevering zal verschijnen op donderdag 1 december. Tot ziens bij Groene Verhalen. Zoveel op spel van alle snaren.